Het is ongeveer 200 hectare groot. Een deel daarvan wordt vochtig grasland, kruidenrijk grasland, zeg maar gras met bloemen. En een ander deel wordt regeneratieve landbouw. Dat is meer natuurinclusieve landbouw die ook echt vanuit gaat van de bodem en natuurlijke processen. En daar zullen ook vogels hun voedsel kunnen vinden. Yvonne de Hilster van het Flevolandschap over het nieuwe stuk natuur dat moet komen bij het voormalig eiland Schokland tussen de Zuidpunt en de Ramsweg. Een herinrichting van het zuidelijk deel van het werelderfgoed. Na de inloopavond kwamen tientallen omwonenden die de eerste schetsen konden zien. Ik woon er vlak achter, dus het wordt onze achtertuin. Dus we willen heel graag weten hoe het eruit komt te zien. Ik vind het uitstekend. Voor ons wordt het zeker niet minder. Het is een mooie ontwikkeling in het gebied. We wonen er vlak in de buurt. Ja, we wonen daar langs de dijk. Ik ben benieuwd of bijvoorbeeld er nog steeds koeien kunnen lopen. Dat schijnt van wel. Of dat het kleiner vee moet zijn wat het gaat begrazen. We krijgen een veel mooier uitzicht aan de achterkant. En als het goed is hebben we geen overlast. Dus ik vind dat eigenlijk wel prima. Vooral het noordelijk deel van het nieuwe natuurgebied zal goed nat worden gehouden. Dat mag niet uitdrogen. Dat dreigt nu wel te gebeuren. En dan vergaat het. En door het vochtiger te maken behouden we de archeologie. Het project Nieuwe Natuur Schokland is een gezamenlijk initiatief van het Flevolandschap en de gemeente Noordoostpolder. Schokland is UNESCO werelderfgoed. Dat betekent dat er iets heel bijzonders aan de hand is. Nou, dat is het ook, want er liggen heel mooi organische, archeologische fondsen aan de zuidkant van Schokland. En dat is altijd beschermd geweest door het water. Maar ja, daarna is het land geworden en nu wordt het bedreigd. En daardoor moeten we ingrijpen om dat te beschermen. Inspraak van omwonenden komt nog wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan wil gaan wijzigen. Dit zijn de eerste schetsen die aangevuld kunnen worden met suggesties die tijdens de inloopavond zijn gedaan. Komt er nog een wandelpad en dan kan ik hier nog het ommetje maken en verandert er nog iets in mijn achtertuin en hoe gaat het eruit zien en komt er nog een parkeerplaats. Aan de hand van de informatie die we vanavond ook nog ophalen kunnen we ook een definitief ontwerp gaan maken. Dan hopen we in 2023 de bestemmingsplanprocedure te kunnen doorlopen en dan in 2024 de inrichting te starten. Ja, en dan is het natuurlijk aan de natuur zelf om het over te gaan nemen. De soorten die daar zelf naartoe vliegen en hun voedsel gaan zoeken of de rugstreeppad die er naartoe wandelt.